Dus ja, ik kan heel snel op het moment zien wie is. Ik krijg het bericht dat Sien gewoon naar school mag. Het is restjesdag, restjesdag. Ah, woe! Pannenkoek! En wie is er jarig? Tada! Welkom in uw weekdag. Zondagavond, 10 uur. Even kijken hoe lang het goed gaat hier. Er staat gewoon een glas wijn op de bank. Bij mij is er nooit een wijntje onder de bank gegaan. Hè? Nee. Vind je dit een gezellige avond? Ja, zij zijn misschien nog wel blijer dan jij. Ja? Ik ben echt blij, maar ik ben gewoon... Gezellig. Ik had er in eerste instantie niet over zin in, maar goed. Wat leuk, hè? Ja, het is een beetje... Ik hoef er niet over na te denken. Nee. Dat is het leuke daarna misschien. Precies, het is ook wel lekker. Morgen, het is vandaag maandag. Welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is 10:50 en we wachten op de show. Vanmorgen hebben we Simon weggebracht naar school. Guus naar school. Het is zo fijn altijd zo'n morgentje alleen met de meisjes. Heerlijk. Het is alweer wat uurtjes later. Ik heb Simon vanmiddag opgehaald van school. En de jongens. Guus ligt op bed, de meisjes liggen op bed. Ik heb net even met Simon thee gedronken. En die zitten hier nou even te spelen met de kerstlampjes. Wat vind je, Simon? Was leuk op school. Guus is wakker. Guus heeft daar ouwe. Dat komt. Vrijdag gingen wij boodschapjes doen, hè, en een kerstboom kopen. En nou, hij rende daar in de Riks bij de kerstboompjes waar hij kerstboompjes ging kopen. En dan was het een beetje nat op de grond, hè? En toen viel jij op de grond. Heel hard met je voorhoofd op de grond. Toen moest jij heel hard huilen. Toen ging je heel snel naar huis. En toen had je al een dikke bult op je hoofd. Nou zit er nog een kostje op, maar goed. Kijk eens wat papa heeft gedaan. Papa hangt lampjes op daar buiten. Wauw. Mooi. Als het straks donker wordt, dan zien we allemaal mooie lampjes buiten. Toch? Wat ga je zo meteen doen met papa? Guus. Nee, papa, niet daar. Even wandelen met papa buiten. Niet daar, kijk dan van mama. Ja, dat is mooi, hè? Wat eten we? We eten nog niks. Broccoli. Deze gaan we even koken en dan bakken en een schnitzeltje. Oh. En jij was al eerder thuis van werk? Ja. Je hebt nog even lekker gewandeld met de jongens vanmiddag. Ja. En dan zijn we zo meteen klaar om, beste nieuws even te krijgen om 7 uur. Meisje. Hi. Sta jij aan de tafel? Ja, wat knap van jou. Ja, dat is ook nieuw. Jij gaat echt goed staan nou. Eerder was het altijd als ik dan een meisje zag staan, dacht ik, oh, dat is fijn, want die staat. Maar nu kan jij het ook goed aan de tafel staan, hè? En nou moet mama even goed kijken wie is. Dat verschil wordt steeds kleiner om te zien. Eerder kon ik nog wel zien aan het berg op de hoofd van Fien, maar dat heeft... Heeft ze eigenlijk ook heel weinig. Dus ja, ik kan heel snel op het moment zien wie is. Ik zou ja wel, ik wil echt weer... Ze hebben nu nog armbandjes om, maar die zijn door het kruip echt helemaal wazig geworden. Die naam kun je niet meer zien. Dus ik moet wel een nieuwe armbandje hebben. Ik wil gewoon niet het risico lopen dat ik ze door elkaar haal. Hallo. Ik heb net Siem opgehaald. Siem is net naar school geweest. Er is goed nieuws. Ik krijg het bericht... Dat Sien gewoon naar school mag. En zijn school staat onder zorg. Vandaar dat hij open mag blijven. En daar ben ik heel erg blij mee. Want het is gewoon zo zonde voor zijn ontwikkeling. Als hij weer weken thuis moet zitten. Net zoals de vorige keer. En nu kan hij gelukkig gewoon naar school. En kan hij gewoon veel leren. Vanmiddag heeft hij kerstlunch gehad. Dat was heel lekker, hè? Lekker gegeten op school. Hè? Ja. Dus... Sim is een beetje vervelend. Hoi, Piet. Hey, Guus, ben je wakker? Ja. Goedemiddag. Oh, nee. Met Geitje, hè? Geitje is de nieuwe knuffel van Guus. Nee. Nee? Deze was eerst jouw knuffel. En nou besloot hij ineens dat deze knuffel, dit geitje, ook bij hem moest slapen, hè? Het is restjesdag, restjesdag, restjesdag. Ja, het is restjesdag. Ik had nog kies. Ik zou kies maken. En ik zou er wat bij doen. En ik ben vanmorgen naar de winkel geweest. Ik heb het vergeten.
Dus we eten kies. En ik zag nog spaghetti in de koelkast van eergisteren. Dus dat kunnen we er mooi bij eten. Dat is nog genoeg. Dus dat gaan we eten. Nou, de kies is klaar. Die kan zo 45 minuten in de oven. En dan hebben we de spaghetti. En ik heb dit nog als groente erbij. Lekker. Wat ben je aan het lezen, Siem? Een mooi luikjesboek, hè? Ja. Paprika? Ja. Pak er maar één. Ook eentje voor Siem pakken dan. Ja. Ja. Paprika. Oh, lekker paprika gepakt. Lief, dank, zeg je dan. Lekker. Hap, 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 hap. Zo eten de kinderen groen groente, hè? Mama zet gewoon wat komkommer en tomaatjes en paprika op tafel. De jongens die zijn er gek op. Ja, de jongens die zijn gek op paprika, tomaat, paprika. Wat zei ik nou? Tomaat, paprika, komkommer. Dat kan ik gewoon op tafel zetten. Misschien hebben ze dan nog wel liever als een koekje. Ze zijn er gek op. Hè? En het is... Nee, goedemiddag. Het is al 12:15. Het is woensdag vandaag. Woensdag zijn vaak voor toast, make-uploos en kloffie aan. Schoonmaak kloffie. Ik heb vanmorgen de keuken schoongemaakt. We hebben net gegeten. Mijn meisje moet nog even melk. Wij zijn nog lekker aan het eten. We gaan zo meteen allemaal even naar bed. Siem is heel moe. En dan kan ik even de kamer schoonmaken. Even stofzuigen. En dan is de benedenverdieping is schoon. Hey, met je eigen bakje. Lekker rozijntjes. Ja, we zijn lekker net uit bed, hè? Ik geslapen. Mama, jullie lekker al de pyjama aangedaan. Nou mensen, het is zaterdag en we gaan vandaag pannenkoeken bakken. Of niet? Ja. Heb je er zin in? Ja. Ja? Wat gaan we eten, Siem? Op. Pannenkoeken. Ja, dan doen we de ei doen we daarin. En die moet erin. Dat doen we allemaal in de bak. Ja. En dan doen we de melk. De melk er nog bij. En dan gaan we lekker pannenkoeken bakken. Ga jij even op je stoel zitten? Gewoon normaal, voordat je zo overvalt. De tafel is al gedekt. Mooi. Lekker appelpannenkoekjes met kaneel. Zo fijn. Zo. Okay. Lekker hè, Siem? Heb je er zin in? In de pannenkoek? Dat is lekker hè, van die pannenkoek te bakken. Dus ik hou er wel van. Ja, ja, we zijn klaar hè? Ja. Heb jij zin in een pannenkoek? Heb jij zin in een pannenkoek? Jij ook? Jeetje? Ja! Ja! Woehoe! Pannenkoek! Woehoe! Heb je nog steeds daar een bult? Nee. Wel, ik zie dat. Ja. We hebben een paar keer weer gevallen daar, hè? Ja. En zit daar een meisje te jengelen. En hier is nog een meisje op mij aan het klimmen. Maar wij wachten op de pannenkoeken, hè? High five! High five! Low five! Hey, high five! Papa! Ben jij mijn grote vriend? Thank you.
is lekker. Pannenkoeken. Met stroop en suiker. Ja, doe mee de mond. Oh. Eerst even je stoel aanschuiven. Is het altijd zo ver naar achteren met je stoel? Huppakee. Zo, je hebt een flinke bult erbij weer. Hetzelfde plekje. Dat gaat voorspoedig. Op paard dan gaan we lekker binnen. Lekker? Hey, it's your birthday. Hey, it's your day. Hey, it's your birthday. So let us celebrate. Hey, it's your birthday. Hallo, hallo. Het is zondag vandaag. En wie is er jarig? Tadaa! Hij gaat richting de 30, jongens. Nee. Hoe oud ben je geworden? Ja, 27. 27, hè? Ja, ja. Oh, 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 oh. Gaat hard, hè? Ja, gaat heel hard. Ja, ik merk echt deze keer helemaal geen verschil. Nee? Nee. Nee, van 26. Ik denk echt van 19 naar 30 wel. Ik vind het ook helemaal niet niks bijzonders eigenlijk nu of zo. Ja, corona, maar niks. Nee. Ik kan niet zo heel. Vanavond hebben we nog wel bezoek, dat is wel leuk. Ja, van Monk en Stefan. En that's it. En dan met de kerstfamilie dan. Ja, dat is trouwens wel leuk, ja. En het cadeau komt nog. Want we willen heel graag, ja, ik weet niet hoe dat heet. Ja, zo'n barista. Zo'n barista. Ja. Voor de koffie. Fijne koffie hebben we dan. Ja, daar heb ik zin in. Nu is het ook wel lekker koffie, maar toch. Dat is best wel duur, koffiebonen zijn best wel duur. Door zo'n zak betaal je zo snel een kilo, 10 euro. Ja. Dus heb je belangstelling voor een mooie bonenmachine? Wij zijn goede staat. Best tevreden mee al geweest altijd. Alleen ja, we willen toch nog even een stapje professioneler, zeg maar. Toch even een stapje extra. Ja. Maar goed, hij gaat weg, dus. Er is één ding wat ik nog moet doen zometeen. Daar heb ik echt geen zin in. En dat is tomatensoep maken. Ik heb altijd wel even een karweitje. Dus dat ga ik zo even doen. En ik moet nog even vlogstuk editen. Dan gaan we zo lekker taartje eten. We moeten er echt aan geloven. We gaan soep maken, tomatensoep. Gaan jullie nog drinken? Nou? Ik zet de fles voor jullie neer, maar jullie nemen helemaal geen slok. Die spelen alleen maar. Even voor links. Au! Zo, Jet. Neem maar een slokje. Goed zo. Vind je ook een slokje? Oké. Neem jij eens een slokje? Ja, jij. Ja, jij doet het al heel goed. Goed zo. Wat komt er nu voor fase? Nou, dan moet ik hier nog even heet water bij doen. Ja. Zodat alle tomaatjes helemaal onder staan. Dan gaat het velletje er makkelijk af. Daarom is het even kruislinks insnijden. Het water moet ook hier bij de bouillon. Dan moet ik straks alle velletjes eraf halen. Een stukje snijden. Een uitje fruit, een tomatenpuree erbij. Tomatenblokjes erbij. Bouillon erbij. 15 minuten koken, leren, klein beetje suiker bij, hakballetjes erbij, en dan weer 15 minuten koken en dan is het soepje klaar. Een kind kan alles doen. Makkelijk. Lekker. Lekker soepje. Ja. Voor wie is het soepje?
Voor wie? Van wie? Wel, voor wie is het recept? Oh ja, dat is een gek naam. Clara's tomatensoep. Klinkt een beetje als Clara Bella, hè? Ja, van, Clara de Koe. Karel, hoe heet ik weer? De Poot of zo? Ja. Het is het recept van Clara's tomatensoep. Die is ook zo gezellig. Maar hou jij Siem zo nog van potje, of niet? Of laat je hem hele middag zo zitten? Zit je daar. Nou, ik ga jullie maar eens even helpen, want dat schiet allemaal niet op zo. Nee, niks. Goed zo, Jet. Jij doet het al heel goed. Hé, niet op de kop. Mag niet. Ja, doe maar in je mond. Heel goed. Ja, doe jij heel goed. Hé, niet op de kop. Lekker. Lekker. Nou. Kan ik jou even helpen? Iets hoger moet je hem houden, zo. Kijk. Hallo? Zit je op? Kunnen we zo nieuw in doen? Klein beetje nog. Wil mama misschien wel doen. Een beetje nieuwe chips erin. Daarom ben je boos, of niet? Eerst even oranje. Eerst krijg je nog oranje. Limonade krijg je nog. Vliegt doorheen, hè, de limonade hier. Oh, wat lekker. Dat is gezellig. Doe die ook aan, mama. Ja, het is mooi. Ik ook aan. Ja, die is ook aan, hè. Ik ook mooi. Met soep. Jij ook soep. En doe maar scheppen. Even scheppen met de lepel. Even een hap scheppen. Moet je die erop? Die. Ja, lekker. En ook eentje erop. Ja, goed zo. Lekker hoor. Die zit erop. Speciaal voor de verjaardag hele lekkere dingen natuurlijk. Mooi. Pizza. Lekker hoor. Mooi, pizza. Ja, pizza hè. Ja. Lekker hoor. Pippa. Het is de dag erna. We hebben gisteren een hele leuke verjaardag gevierd. Gisteravond zijn we nog Stefan Lonneke geweest. Dat was ook heel gezellig. Zo is nu weer de dag erna. En ga ik de vlog afsluiten. Dankjewel voor het kijken. Mocht je de video leuk vinden, doe even een duimpje omhoog. En abonneer je op mijn kanaal. En dan zie ik graag bij de volgende. Dan zeggen we doei.